Wie moet ik bellen als ik Europa moet hebben? Dat vroeg Henry Kissinger, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, zich ooit eens af. Van de Europese Unie heb je zonder twijfel al vaak gehoord. Maar hoe zit het met de Europese Commissie, het Europese Parlement, de Raad van de Europese Unie en de ambtenaren achter de Raad van de Europese Unie? De Europese Unie is een complexe en belangrijke organisatie die het werk van de Nederlandse overheid sterk kan beïnvloeden. In deze MOOC gaan we in op de mogelijkheden en kansen die de EU kan bieden en komen we erachter hoe complex de EU kan zijn. Dat doen we aan de hand van in totaal 7 inzichten over de EU, waar diverse gastsprekers hun visie en hun rol binnen de Unie uitgebreid toelichten. In het eerste inzicht zullen we het proces van Europese besluitvorming uitleggen. In het tweede inzicht kijken we naar onze Europese cultuur en de internationale verschillen in cultuur binnen de Unie. Vervolgens gaan we dieper in op de stabiliteit van de interne markt met de Brexit als voorbeeldcasus. Inzicht 4 gaat over de klimaatdoelstellingen van de EU en de Europese Green Deal. Ook de digitalisering zetten we in Europees perspectief in inzicht 5. In het zesde inzicht leggen we meer uit over het Europese Transparantieregister en het belang daarvan in het Europese beleidsvormingsproces. In het laatste inzicht gaan we dieper in op het vernieuwen van verdragen en de conferentie over de toekomst van Europa. In deze 7 inzichten laten we jou zien hoe de EU is samengesteld, hoe de EU het werk van Nederlandse overheidsorganisaties beïnvloedt en hoe dat zich in de toekomst kan ontwikkelen.